Goedemorgen, het is 10 uur en ik ben wakker. Het lijkt wel, vroeger kon ik echt tot 1 uur in mijn bed liggen, maar het lijkt alsof ik dat verleerd ben. Ik heb vandaag weer een dag vrij en er staan niet zoveel dingen op de planning, behalve dat ik het probleem van gisteren maar eens moet gaan oplossen. Gisteren hadden Nick en ik echt een heftige discussie over de kast. Want de kast is gewoon een teringbende, maar ik heb al vaker gezegd, die kast is zo diep dat je dus 2 stapels achter elkaar zet. En als ik iets uit de achterste stapel nodig heb, dan trek ik dus de hele boel overhoop. Dus het is gewoon niet een ideale kast. Maar ja, er valt ook niet echt iets op te lossen, want het is hier nou eenmaal klein. Kijk, we hebben daar, planken. We hebben daar planken. En we hebben hier een kledingrek en hier de kast. Zie je de kast al? Ben ik al te ver? Oh, hier is de kast. En ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Hij ziet er nu zo uit. Ja, ik vind het eerlijk gezegd zelf nog best wel meevallen. Maar hij vond het echt te vreselijk voor woorden. Het kwam ook omdat hij iets zocht en hij kon het niet vinden. Want mijn kleren hingen ervoor. Dus de kleren die ervoor hingen, die heeft hij hier op de grond gedonderd. Ja, en het kledingrek is ook een beetje... Ik zou het liefst het kledingrek weghalen. Wacht, ik zal even iets achter gaan, dan kun je het iets beter zien. Dit kledingrek zorgt er namelijk voor dat je naast het bed niet zoveel ruimte meer hebt. Maar als we dit kledingrek weghalen, wat dan, weet je wel? Want ik wil eigenlijk heel graag al mijn schoenen hier neerzetten en dit niet gebruiken voor kleren. Ik heb namelijk beneden nog 2 grote boodschappentassen met schoenen die ik niet draag omdat ze beneden in de berging staan. Maar dat betekent wel dat alle kleren hierin moeten op een manier dat ik ze er ook nog uit kan halen. En ik weet gewoon niet meer hoe. Ik weet niet meer hoe, jongens. Maar dat is wel iets waar ik me straks pas zorgen over ga maken. Want ik ga nu gewoon eerst even ontbijten en me aankleden. En ik ga het wel doen vandaag. Aan de ene kant omdat, weet je, hij was echt zo van, kun je het niet eens 1 week netjes houden? En dat ik echt dacht, als je het zo doet, dan hou ik het helemaal niet meer netjes en dan ruim ik het nooit meer op. Maar... dat is ook geen oplossing en het is gewoon in een relatie een beetje geven en nemen. En ik maak er nou eenmaal vaak een rotzooi van en hij vindt dat nou eenmaal heel vervelend. Dus ik probeer vandaag een lief vriendinnetje te zijn en ik ga het opruimen. Maar het is zoveel werk. Oh, en ik weet gewoon dat als ik alles opgeruimd heb, dan duurt het 2 weken en dan is het weer zo. Maar ja, oké, het geeft niet. Ik ga nu eventjes mezelf aankleden en ontbijten. Ik ben me aan het opmaken en ik dacht toen ineens, ik kan vandaag wel eventjes op en neer naar Arnhem, naar de Primark. Want ik heb die kleren dus nog steeds liggen die ik terug wil brengen. En anders blijf ik dat maar uittellen en dan ben ik bang dat ik straks te laat ben. En dat zou ook zonde zijn, want ik ben er ondertussen ook echt wel uit dat ik die kleren niet wil houden. En als ik even alleen ga, dan kan ik even snel hop heen en weer en dan ben ik ook zo weer thuis. Dat scheelt ook weer. Ik denk dat ik dat even ga doen. Het is nu, even kijken, 10:50. Ik moet natuurlijk wel eerst naar de klomp. Als ik stoer ben, ga ik fietsen. Maar het ziet er een beetje donker uit. Ik denk dat ik gewoon de bus pak. En dan pak ik de trein van 11:45 of zo. Dan ga ik nu nog even Pretty Little Liars kijken. Een nieuwe aflevering is weer online. Dus ik hou echt van Pretty Little Liars. Maar ik hou sowieso van series. Dus hè? Ik ben aan het klaarmaken om richting de klomp te gaan, richting het treinstation. Ik heb de trui aan die ik gisteren bij de Zara heb gekocht. Hij is nog steeds grijs op beeld, terwijl hij echt... ja, hij is echt bijna net zo groen als de muur, dus ik snap er niks van. Maar ja, in ieder geval, ik heb hem aan met een lichte broek. Die heb ik bij de Bershka besteld, die zag je in de video van zondag. En ik vind het wel een leuke combi. Het is misschien een beetje zomers, maar de zon schijnt, dus waarom niet? Ik ga nu even kijken of ik, of ik al mijn spullen heb, want het bonnetje zit niet in mijn portemonnee, dus ik hoop heel hard dat hij in de tas zit. Ik ging met een halve tas heen en ik kom met 2 tassen terug. Het was echt zo, er was zoveel leuks. Echt in vergelijking met de vorige keer. Het was wel echt super druk, want ik was helemaal vergeten dat het natuurlijk vakantie is. Overal, jongens, dat is echt niet normaal. Ik ben na de Primark even de Bershka geweest. Daar heb ik echt gewoon voor 1 jurkje een kwartier in de rij gestaan. En ik had bij de Primark geluk. Ik moest dus ook iets terugbrengen, dus dan mag je bij de servicebalie. En terugbrengen en afrekenen. Nou, dat is een goed toegang. Had ik ook daar nog echt een half uur in de rij gestaan. Niet normaal. Maar ik heb het super snel gedaan. Het is namelijk bijna 4:15. En ik ging om... uiteindelijk om 1 uur weg. Oh, dan heb ik... nee. Om 1 uur.
Ja, om 1 uur. Ja, daar heb ik het niet zo heel snel gedaan. Daar heb ik er 3 uur over gedaan. Nou ja, maar het geeft niet. Ik ben op zich nog wel lekker op tijd thuis. En het regent, dus dat is jammer. Maar gelukkig woon ik vlak bij de bushalte. Ik ga gelijk de Primark shoplog opnemen. Die komt dan vrijdag online. Want die had ik natuurlijk eigenlijk vorige week vrijdag al beloofd. En daarna ga ik beginnen aan de kast. Anne heeft afgezegd voor het sporten vanavond. Want ze had haar eerste stage dag. En die was helemaal kapot. Die zegt, ik hoop dat je niet erg vindt, maar ik ben helemaal kapot. En nou ben ik op zich gisteren ook al geweest. Dus dat scheelt. De shoplog is opgenomen en het is hier gelijk een bende. Maar, oh ja, trouwens, hier, kijk. Deze jurk heb ik dus gekocht bij de Bershka. En daar heb ik net foto's in gemaakt, want hij zit super strak. En hij is dus lang, tot ongeveer, ja, net over je knie, zeg maar. En daar heb ik net foto's in gemaakt. En dan zie je dus al mijn vetrollen zitten. En dan wil ik dan, als ik klaar ben en 72 kilo weeg, wil ik er weer foto's in maken. Gewoon zodat ik het kan vergelijken. Lijkt me leuk. En, hoe laat is het? Het is 4:30. Ik ga nu beginnen met de kast opruimen. Aangezien Anne heeft afgezegd voor vanavond, ga ik me daar maar druk om maken, denk ik. Ik heb ook van die elastiekjes gekocht. Als jullie deze vlog zien, staat op shoplog toch al online. Kijk. En die had ik al, alleen deze zijn dus wat dunner en wat flexibeler. Dus ik hoop dat deze iets minder strak in mijn haar zit. Want die andere heb ik altijd het idee dat het alleen maar mijn haar afbreekt. Oké, de kast. Ik heb echt geen zin in. De Action tas staat hier ook nog gewoon helemaal vol. Dus die ga ik ook maar eens eventjes leegruimen. Dit is gewoon leeg, want die is al vol in gebruik. En dan ga ik ook gelijk eventjes hier. Hier liggen al die kleren. Dit is zeg maar mijn stapeltje van, heb ik al een keer aangehad, maar kan nog een keer aan. Maar ja, dat stapeltje wordt iets te groot. Dus die kleren ga ik dan ook maar even opruimen. Ik weet gewoon dat als ik al mijn kleren uit wil zoeken, dan heb ik gewoon 3 uur nodig of zo. Oké, jongens. Heeft iemand ook motivatie om dit te doen en kan hij die even aan mij geven? Oké, ik heb besloten om alles er maar gewoon uit te gaan donderen. Oké, deze stapel is het resultaat. Het is echt killing, toch? Ik ga alles 1 voor 1 kijken. En ik weet nog niet zo goed wat ik met het kledingrek ga doen. Ik denk dat ik dat bewaar voor later. Ik ga me eerst op deze stapel focussen. Ik ben aan het koken. We hebben aardappeltjes voor Nick, Gordon Bleus en boerenmix. Dat is een salade die ik altijd neem bij de appie. Die vind ik het lekkerst. Ik ga geen aardappels eten vandaag. Ik vond de zoete aardappels gisteren wel lekker, maar ik heb er gewoon niet zo'n zin in. Dus ik hou het hierbij. Ik ben trouwens nog steeds bezig met kleren. Alleen Nick was nu thuis, dus ik dacht ik ga even koken. Want hij wil om 7:45 gaan spinnen in de sportschool. Maar het is echt een werk. En ik ben nu, 4:30 volgens mij begonnen of zo. Even die tas naar boven. Ik zal even laten zien hoe het er nu uitziet. Ik heb daar beneden op tafel een stapel, 2 stapels met kleren. Die zijn dus allemaal nieuw. En dan heb ik hier nieuwe stapeltjes. Ik heb hier rokjes en jurkjes die ik zeg maar snel aan zou trekken. Waarvan ik ook denk, hé, die kan ik leuk aan naar het werk. Hier heb ik een stapel met pyjama broeken, ondergoed, sokken, panties. Allemaal verschillende kleurtjes. En hier heb ik 3 shirtjes, maar die moeten nog even naar boven. Dan heb ik hier een stapel met truien met daarnaast nog een vest. Ik ben een nieuwe stapel begonnen gewoon voor thuis. En leuke truien die ik ook naar buiten aan zou doen, zeg maar. Dit stapeltje is voor het werk. Dat zijn allemaal dingen die ik tegenkwam waarvan ik dacht, hey, dat is leuk. Die kan ik voor mijn werk goed aan. Dit zijn shirts met lange mouwen die ik snel aan zou trekken. Dit zijn shirts met korte mouwen die ik snel aantrek. Dit zijn shirts en hemdjes met korte mouwen waarvan ik zeg, ik vind ze wel leuk, maar ik draag ze niet heel vaak. Dit zijn dan weer basic jurkjes. En dit zijn nog meer vesten waarvan ik zeg, ja, het zijn prima vesten en ze zijn nog wel leuk. Maar ik zou ze niet heel snel meer aantrekken. Maar weggeven ben ik er ook nog niet klaar voor.
Hier tussenin heb ik nog een stapeltje broeken. Allemaal broeken waarvan ik zeg, ja, het zijn niet de standaard broeken die ik draag, maar ik ga ze ook nog niet wegdoen. Nou, hier heb ik dan nog wat shirts voor thuis. Die mogen hier dan bij. En dan heb ik hier een stapel met kleren die ik dus weg wil gaan geven. Oh, hier zit zelfs nog het prijskaartje aan, notabene. Nou, en een colbertje en een blouseje en nog een blouseje. Twee broeken. En wat hebben we dan hier? Oh ja, dit is een sportbroek. Dit is een nachtjapon die ik eigenlijk nooit draag. Dit is nog een vest. Hier is nog een vest. Dit is nog een trui. Nou ja, het zijn gewoon allemaal verschillende dingen. Ik ben wel zo goed als klaar met alles uitzoeken. Alleen, ik wil het kledingrek toch ook nog gaan doen. Want Nick vroeg of ik mee ging spinnen. Het is natuurlijk zijn sportschool, daar ben ik eigenlijk niet eens lid van. Maar je kan dus wel voor 1 keer voor 8 euro meedoen. Maar ik denk dat ik het niet ga doen en dat ik dan gewoon dit af ga maken. Ik ben nu, ik denk, een uurtje bezig en het valt mee. Ik ben sneller dan ik dacht. Ik denk dat ik nog een uurtje bezig ben met de kledingrek erbij. En dan, je kan hier dus niet staan, hè. Zo sta ik erbij. En dan is het wel gebeurd. Ik moet alleen alles nog even op een logische manier in de kast zien te leggen. En dat is de grootste uitdaging. Maar Nick zat echt, kijk dan wat een kleren. Maar als ik dit zie, denk ik, nou, ik vind het echt nog wel meevallen. Ja, ik heb al mijn zomerkleren natuurlijk beneden en niet boven. Maar hij doet net alsof ik echt klerenverzamelaar ben. Maar ik vind het wel meevallen. Volgens mij hebben de meeste vrouwen zoveel kleren. Wij lopen in de praxis. Want ik heb het eindelijk zover gekregen dat ik het tv-kastje wit mag schilderen. En dat wil ik al heel lang. Alleen moet ik het dan zelf doen. Dus we zijn nu even de spulletjes aan het halen. Verf en rollers en zo. En eigenlijk ben ik Nick gewoon kwijt. Dus ik zit hem nu gewoon te zoeken. Wij zijn weer thuis. En zoals je kunt horen, kijk ik goede tijden, slechte tijden. Wij zijn weer thuis, zeg ik. Maar Nick is alweer weg. Die gaat sporten. Die ging spinnen. En ik ben dus mijn nagels aan het lakken. Ik had deze gekocht vandaag bij de Primark. En het is gel nagellak zonder lamp. Best wel prijzig. 5 euro. En die ben ik dus nu aan het testen. Ik heb een nude kleurtje. Maar ik zal het even op mijn nagels laten zien. Ik heb tot nu toe 2 laagjes aangebracht. En ik vind hem al best wel mooi dekkend. Je ziet nog wel een klein beetje een wit randje. Bij sommige vind ik niet erg. Maar ik heb nog geen topcoat, dus die moet ik er nog over aanbrengen. Ik ben weer terug in mijn hok en ik heb het hele kledingrek leeggehaald. Alles wat er nu nog hangt is van Nick en zijn winterjassen van mij. Dat is dus ook weer zoiets. Ik heb hier dus 5 winterjassen hangen. 1 witte nepbont, 1 grijze nepbont en een beetje een ja, beige-achtige witte jas. En dan heb ik hier nog een hele zwarte en nog een oranje. En bij allemaal denk ik, ja, ik vind ze echt wel leuk. Maar ik heb ze niet gedragen. Denk ik, moet ik ze dan nog bewaren? Ze hangen maar een beetje in de weg. Ja, weggooien is ook zo wat. Ja, weggooien hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel dan gewoon weggeven. Maar dan nog, denk ik, ja, als ik ze over een jaar weer wil dragen, dan heb ik ze niet meer, zeg maar. Het is 11:30 en ik ben helemaal klaar met de kast. Nick ligt te slapen en ik ga er lekker naast liggen. Ik ga morgen de kast laten zien, want het is nu gewoon te donker en Nick slaapt. Dus ik wil ook geen lampen meer aandoen. Maar alles zit erin en ik ben toch ook wel een beetje trots op mezelf en blij dat het af is. Welterusten, tot morgen. Slaap lekker. Goedemorgen, het is 9:45 en Sophie is uitgeslapen. Ik ben gewoon, ik dacht echt ik ga tot 12 uur in mijn bed blijven liggen.